groeitraject naar een meer evenwichtig succes, een leerrijke reis naar jezelf, is een traject dat ontwikkeld is door Rudo van Overbeke, hier speaking, solution manager bij Zenito en daarnaast ook oprichter van Chromi Coach. En Karin Janssens van het Kiesbureau, gespecialiseerd in keuzes maken en groepsdynamiek. Het traject is volledig gebaseerd op de 7 eigenschappen van Covey, waarin je de eerste 3 eigenschappen vooral aan jezelf gaat werken. Geloof dat je het zelf in handen hebt, welke beslissing je neemt. Goed jouw doelen stellen op lange termijn, waar je naartoe wilt. En dan ook je agenda zo bijsturen dat je de belangrijke zaken effectief ook bovenaan in je agenda shaddelt. Dan kom je bij de 3 volgende eigenschappen die in relatie is met de mensen rondom jou. Hoe kan je optimaal met andere mensen gaan samenwerken om zo tot een status van wederzijdse afhankelijkheid te komen. De 7 eigenschappen, dat is eigenlijk de overkoepelende eigenschap die zegt dat je eigenlijk continu aan jezelf ook moet doorbouwen, jezelf moet onderhouden. En dus ook ontspanning bijvoorbeeld is een belangrijk deel in het groeiproces. Je kan niet altijd werken. En die 7 eigenschappen zorgen er dus dan voor dat je iets meer vat gaat hebben op je leven en dat je doelen scherper gaat kunnen halen ook. Nu, dit zijn niet zomaar de 7 eigenschappen van Covey. We gaan die combineren met ook de kennis die we hebben rond hoogbegaafdheid en de sneldenkende mensen. Dat wil zeggen dat we in deze 7 eigenschappen ook continu rekening gaan houden met onze zijnskenmerken, onze hoogsensitiviteit, het feit dat we heel snelle denkers zijn en dat we op een andere manier associaties leggen dan veel van onze collega's. Dus dat gaat allemaal mee in rekening gebracht worden als we de 3 eerste eigenschappen toepassen. Waarom maken we hier een groepstraject van? Dat is omdat we ook de 3 volgende eigenschappen dan te volle kunnen laten werken. Als we in een groep van sneldenkenden gaan brainstormen, dan gaan we een enorme hoop energie en synergie kunnen genereren, waardoor we dat we tot betere oplossingen kunnen komen, waar dat wij in onze voorbereiding eigenlijk niet gaan kunnen voorspellen hoe ver dat dit gaat gaan. Dus dit wordt een heel pittig traject met maximum 12 hoogbegaafden en sneldenkenden. Verloopt het traject zelf. Op het eerste weekend gaan we al heel fel inzoomen op de eerste 3 eigenschappen van Covey. Dus we gaan goed kijken en aan de hand van verschillende oefeningen zichtbaar maken dat je de keuze altijd zelf in handen hebt. We gaan ook kijken hoe ver je al staat met Covey. Sommige dingen ga je al perfect toepassen, terwijl je daar niet bewust van bent dat dat een van die eigenschappen is. We gaan ook op zoek naar wat jouw echte einddoelen zijn, wat een vrij pittige avondoefening zal worden. Op de tweede dag gaan we dat dan verder uitwerken, waarden, normen, om zo al een eerste basis te leggen op de derde eigenschap, wat nu de belangrijke zaken zijn die in je agenda moeten. Na dat eerste weekend komt er een maand, 6 weken, waarop dat je op basis van een reeks observatieoefeningen de verschillende aspecten van het eerste weekend gaat observeren en documenteren. Dit gaan we combineren met individuele coaching via Skype en groepscoaching, waar je vragen kan smijten in de groep via Yammer. De bedoeling van deze tussenfase is dus effectief zoveel mogelijk observaties te documenteren. Zodanig dat als je in het tweede deel samenkomt, dat we op basis van die data dit verder kunnen analyseren om zo tot een actieplan te komen, gecombineerd met 1. Waar wil je komen? 2. Wat zijn je observaties van de afgelopen 6 weken? En dan gaan we op basis van een speciaal hiervoor ontwikkelde aangepaste Chromi Coach agenda een maand deze verschillende technieken gaan toepassen en bijsturen, om zo te kijken dat je geleidelijk aan een vorm van rust krijgt in je weekplanningen en dat je jouw belangrijkste doelen begint te realiseren. In de laatste sessie doen we dan een round-up van alle ervaringen die je dan vergaard hebt over heel het traject heen. Gaan we ook de feedback verder verwerken op basis van de aangepaste agenda die jullie gebruikt hebben, zodanig dat we daarna deze agenda kunnen optimaliseren op maat van jullie noden. Wat dus een vorm van co-creatie gaat worden in het creëren van een agenda die werkbaar is voor hoogbegaafde en sneldenkende volwassenen. Ben je geïnteresseerd in dit traject, dan stel ik voor van te surfen naar chromicoach.be en daar je in te schrijven. Dan starten we met een gratis en volledig vrijblijvend intakegesprek, waarin we nog verder gaan afpolsen, gaan afchecken of dat het traject voldoet aan de noden waar dat jij naar op zoek bent. En of dat je kan passen in de groepsdynamiek die we zoeken voor dit traject. Na deze
Na dit intakegesprek kan u zelf dan beslissen of dat u intekent op het traject of niet. Als u intekent, dan zien we elkaar begin oktober voor een pittig traject in een heel rustgevende omgeving.